De kantonrechter heeft een uitspraak gedaan in het voordeel van hoofdredacteur van Star News Nita Ramcharan in de rechtszaak van de minister van Openbare Werken Riyad Noor Mohammed. De hoofdredacteur stond de pers na de uitspraak te woord voor het kantongebouw der civiele zaken aan de Grote Combiweg. Ze stelt dat de rechtsstaat overeenstaat met de uitspraak. Dat de rechter ook vindt dat minister Noor Mohammed de hoofdverantwoordelijk is op zijn ministerie en dat hij dus onmogelijk zich beledigd kan voelen op basis van wat er is gesteld. En dat de rechter dus aangegeven heeft dat wij in het gelijk gesteld zijn, omdat we gesteld hebben dat de minister als hoofdverantwoordelijke, niet als persoon, maar als baas op het ministerie, verantwoordelijk is voor wat er daar gebeurt. En de stukken zijn uitgelekt en dat is een feit. En op grond daarvan heeft de IDB gevraagd om het project opnieuw uit te besteden. De feiten spreken voor zich. Ramcharan geeft verder aan dat Star News niet had gevraagd dat de proceskosten gedekt worden door de minister of staat. Ze zegt dat de rechter wel heeft beslist dat de kosten worden gedekt door de verliezende partij. Wij hebben het opzettelijk niet gevraagd, omdat wij in onze onafhankelijke opstelling ook geen geld willen van een minister of een staat. Overigens was de staat ook partij bij deze in eerste instantie. Maar nadat de zaak voorgegaan was de eerste keer, heeft de staat zich teruggetrokken omdat de staat vindt van we hebben geen enkel belang bij. De staat wordt vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie. Nou, wij hadden toch gewild dat de staat veroordeeld zou worden omdat de zaak al eenmaal aanhangig gemaakt was en het op de zitting al was behandeld. Maar goed, de rechter vindt dat de staat zich mag terugtrekken en op grond daarvan dus, is daar geen oordeel over gekomen. De minister stelde dat zijn goede naam en eer zijn aangetast door een column van Ramcharan, waarin ze hem verantwoordelijk houdt voor het uitlekken van informatie over een openbare aanbesteding.